Shortcut Fight News vandaag bij Hammers Gym met Theo Douma, trainer. Hoe is het? Ja, goed. Theo, jij geeft hier ook trainingen bij Hammers Gym? Klopt, ja. Hoe lang zit jij hier al? Vanaf het begin. Ik ben vanaf mijn 7 jaar ben ik de eerste lid, zeg maar, waar ik mij in heb geschreven bij Cor. En toen heette het nog Mengho. En zodoende ben ik wel heel even ergens anders geweest. Heb ik bij Survivor getraind en bij Dennis Kraweel. En toen ben ik weer terug naar het oude stek gekomen. Ja, het zit toch... Home sweet home. Blijft er toch in zitten. Dus, dus jij hebt Ramon Dekkers ook echt meegemaakt? Ja, ja. En de trainingen van Cor Hammers? Ja, ook heb ik les van gehad. En ik heb samen nog met Ramon gespart. Dus... Heb je ook nog in de ring gestaan? Ja, ik heb K1 gevochten. Ik heb K1 gevochten tegen... In Arnhem was de eerste K1. 2001, geloof ik. Stond ik in de achtmans toernooi met Remy Bjanski, Melvin Manhoef, Errol Perez. En ja, nog een paar. Dus spijtig. Helaas had ik de eerste partij verloren. Dat was tegen Big Moti. En daarna heb ik nog tegen Breggy gevochten, Samir Benazouz. Eigenlijk best wel namen gehad, okay. Zeg maar. Dus je hebt wel een carrière. Ja, je bent niet zo bekend. Waarschijnlijk omdat je niet veel op social media zit. Nee, dat klopt. Vroeger was het heel anders. We hadden toen allemaal nog in Insta en dingen en zo allemaal. Ja, tegenwoordig is het allemaal weer een hype, zeg maar. Dus ja, ik doe gewoon mijn dingen hier zo. Ik geef gewoon les. Ik help die jongens gewoon te bereiken waar ze willen komen. Dat doe ik samen met Nicky. In principe gaat het allemaal wel goed. Even over de aankomende partijtjes. Zagen net Benjamin Masoudia. Ja, klopt. Die moet in maart met die vechten in Roemenië. En die zijn we aan het voorbereiden. En ja, daar komen er nog meer aan. Oh, Roemenië. We moeten geen Roemenië. Bij die Dynamite Fight Show. Benjamin Masoudi. Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus daar gaan we naartoe werken. En er zijn er nog meer voor Efficient in Antwerpen. Of Eindhoven, sorry. En dan Harut is nog in de voorbereiding. Dus we hebben er eigenlijk wel een aantal lopen, zeg maar. Die hier nog wedstrijden gaan vechten de komende tijd. En ik heb jou ook wel eens met Jegis Jegoyan mee zien gaan? Ja, Jegis. Ja, klopt. Dus daar ben ik al mee naar Moldavië gegaan. Die is eventjes tussenuit eventjes geweest, omdat hij ook kindje had en zo allemaal. Dus pas. En ja, en nu is hij weer aan het trainen. Dus hij is weer op de goede weg bezig. En wat kan je over Jegis zeggen? Is hij inderdaad weer... Conditie weer op peil? Ja, hij is weer hard bezig. Dus hij is ook hier bezig en ook voor zijn eigen aan het lopen en zo. Dus is weer, komt weer terug in de ring. Dus, maar het zal even duren voordat hij weer een beetje in shape is, zeg maar. Toch wel. Maar het komt allemaal goed. Jazeker. Dus, en had je nog nieuwtjes of scoops voor ons? Weinig eigenlijk. Hoe kunnen we je volgen op social media? Wat zei je? Hoe kunnen we je volgen op social media? Via Instagram. Gewoon Theo Douma. En ja, dat is het enige. Nou, we gaan je in ieder geval in de gaten houden. Okay. En succes met al die aankomende partijen. Ja, goed. Dankjewel. En bedankt voor het helpen met filmen net ook. Komt goed. Hoes.